Ja mensen, ook dit is eindelijk open. Kijk, bowling hebben we hier ook. Zo, en wie ligt er hier mooi? Lig jij mooi dan? Een tik die op je kop staat en dan ook nog heel erg klein. Want mijn bloot ook niet te lezen is. En daar kan ik het ook heel makkelijk aan zien. Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Lekker nog vanuit mijn bed, zoals je kan zien. En wij zijn Roderick en Karen. Karen en Roderick, ja, dat zijn wij. Het is vandaag zaterdag 5 juni 2021. En het is iets van 11 uur 23, dus het loopt tegen 11:30 aan. En het is een beetje bewolkt weer, maar we maken er wel een leuke dag van en we nemen jullie gezellig mee. Dus heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ga jij maar even broodjes maken, moet ik toch zo meteen doen. Oh ja mensen, ik lig nog steeds lekker op bed. Het is al 11:56. Ja, en dat ik de vlog opende was het iets van bijna 11:30. En het is nu 11:56, dus ja. Een beetje een lui zaterdag, maar we gaan zo meteen er toch lekker uit. Ik ga er zo uit. Lekker kroelen met de hondjes. Oh, lekker. Wat hou ik daarvan. Lekker kroelen met de honden. Heerlijk. Ik pak gewoon zo meteen eventjes een dekbed. Dan pleur ik gewoon lekker op mijn weet ik veel waar. Gewoon even op de grond. En dan lekker eventjes met de hondjes lekker in de woonkamer kroelen broelen. Yeah. Ik heb er ook aan de telefoon, zoals jullie merken. En ik moet even ook lekker zometeen lekker vaart maken om eruit te gaan. Want we hebben een afspraak om 1 uur hier af te spreken. Ja. En dan moet ik nog een cadeautje inpakken voor mama. Ja. Yep. Moet ik ook nog doen. Ja. Ik moet nog vandaag. Ja, zeker. Cadeautje inpakken voor mama. Kipje meenemen voor mama. Ja, mama die krijgt lekker kip. Want anders wordt dat te veel voor ons. even nog wat andere dingen meenemen voor mama. Want ik had wat beloofd. Zoals wat voor mij wel helpt. Dat is gewoon ibuprofen. En dan gewoon ons weer lekker klaarmaken voor naar mama toe te gaan. Ja, want ze heeft ons even nodig voor de pc, et cetera. En eens even kijken wat er allemaal nog meer gaat doen. Dat is de zoveelste weekend op rij dat we dus lekker naar mama toe gaan. Gezellig. Dus ik ga nou niet weer de hele weg filmen, dat ga ik niet doen. Ik blijf bezig, maar... Waarschijnlijk wordt het weer een weekendvlog of niet. Geen idee. We gaan het wel merken morgen hoeveel video's ik heb gemaakt. Ja. Dus rond een uurtje of 7 dan stop ik gewoon lekker met filmen. Dus komt helemaal goed. Dus we gaan het merken hoeveel video's ik kan maken. Misschien dat we nog even een sneak peek even doen bij de mall. Om te kijken hoe druk het daar is. En mocht het daar niet al te druk zijn, dan gaan we heel even beneden parkeren. Onder. Dan gaan we even naar boven. Even een sneak peek aan jullie laten zien. Waarschijnlijk wel. Ik weet het niet. Ik durf het niet te zeggen. Maar blijf zeker kijken wat we allemaal gaan doen vandaag. Thank you.
Alle drie. Eén. Kijk, ik heb plekjes kaas. Dames, zit. Zit. En de papa toe. Plasje poepen doen. Yay! Kijk, en daar komt Ro weer aan. Helemaal geweldig, top. En zo mooi weer is het nou buiten. Jee, lekker, 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 lekker. Kijk, en dat zeg ik, daar hebben we Ro. Daar hebben we de ridder ook nog. Humoristisch, de ridder. Kijk, en dat gebakje heb ik lekker gisteren schoongemaakt. Dat en dat mooie bakje daar. Is niet leuk. Achter ook al. Huh? Ja, omdat jij hem precies daar neerparkeert. Als je hem nou een stukje deze kant op had gedaan. Had je er geen last van gehad. Of je had hem hier moeten parkeren. Had je er ook geen last van gehad. Ik heb geen last van. Jij hebt er last van. Ja, altijd. Lady, opletten. Lady eerst. Aantreden. Kijk, zie je dat ik het al heel anders doe ook, hè? Heerlijk. Nee, maar we gaan toch nog eventjes voor jullie eventjes een kleine sneak peek aan jullie laten zien van de mall. Waar ze het nu allemaal open hebben. Dus dat wordt leuk. Hoop ik. Hopen we toch. We kunnen nu eindelijk naar boven. Kijk, hier is hoe mooi. Kun je dit geloven en dat we hier hebben gestaan toen? Eindelijk naar boven, joh. Kijk dan. Gaaf. Hoe dan? Wauw. Gaaf. En dan hebben we hier nog zelfs gelopen, hè? Kijk dan. Hoe druk het is. Hebben we hier nog zelfs gestaan bij de lift. Gaaf, hè? Heel mooi om te zien, dit. Het is nog helemaal dicht, joh. Helemaal gesloten. Ik heb jou, man. Ik heb jou, man. Heel gaaf, hoor, dit. En dan komt daar ook nog weer wat. Dus ja, lekker bezig. Ja, mensen. Ook dit is eindelijk open. Kijk. Bowling. Hebben we hier ook. Ook lekker bowlen. Geweldig. Zat ik net op te wachten. Ja, ik had er net zin in. Hij heeft alleen maar broodjes met kaas. En de Milky Way. Dan krijg ik dat. Ja, ja. En wat nou weer? Ik heb net trek in, dankjewel. Wat dank je met kaas. Lekker. Het is hier een beetje druk aan deze kant. Heel druk. Ja, dus aan de andere kant ook. Daar is een tankwagen. Een tankwagen? 1-4-7-9. Ja, dus een tankwagen. Een tankwagen, nou een tankwagen, dat is ik weet niet wat jij ziet onder een tankwagen, maar... Ja, die moet tanken. Godzalig. Ja, toen wil ik die gaat op daar. Die is toch aan de kant. Doei, kijk, daar nog weer eentje opschrijven. Goed zo. Roder als dit wordt het hem niet, hoor. Het is echt rood, rood, rood. Ja, maar alles gaat weer normaal open vandaag. Dus ja. Maar hoe heb jij geslapen? In mijn bed. Lekker. Horizontaal. In mijn bed. Horizontaal. Net. Ja, precies. Lekker. Toch wel? Ja, als je gewoon moet slapen is het wat harder, hè? Dat doet auw. Nee, op beton.
pardon, dat is niet zo lekker. Nee. Tenzij het echt warm is, dat is lekker. Is het groen of zo? Ja, het is groen. Omdat je hem aardig doorrijdt? Nee, zij rijden ook door, dus dat is goed. Dank u wel. Zet je dit op te wachten, zeker? Ja, heerlijk. Als ik zo meteen nog een Milky Way voor me heb, dan kun je hem aanbrengen. Kun je rijden of zo. Oh, Milky Way, kijk. Als mijn poot in de weg zit, dan moet je zeggen hoor. Oh, lekker. Oeh, lekker. Ga door. Geen lampjes aan. Een verkeerd lampje aan. Dat is handig. Kapotte lampjes. Daar kun je een behoorlijke bekeuring voor krijgen hoor. Dag meneer. Doei meneer. En een dikke Volkswagen. Welke een Touran of zo? Wat is het? Wat ding? Dag! Niks. De Wittenburg. Oh. Heel veel mensen die willen weer de snelheid overdag weer naar 130. Maar dat gaat hem nog voorlopig niet en niet worden. Ja, vooral het bewaarde toch niet. Nee. Nou, willen ze het nou van de 50 naar 30 hebben. Dat is 20 braaf. We kunnen andere wegen 20 erbij krijgen ter compensatie. Toch handig. Dat meteen gaan variabele snelheden overal even doen. Rijd hard als het kan, maar niet harder. Zal ik dinsdag even Piet daarmee pesten? Gewoon ergens waar je 50 mag naar 30 gaan rijden? Ja, dat is helemaal goed. Ja, want dat wordt dus een nieuwe snelheid. Je was goed. Ja, daarom. Geslakt de hele tijd. Godzijdank. Jij wou een Milky Way, hè, ja, bij Leien? Oeh, jammer dat ik dat net niet erop heb. Dat was een krappertje. Dat was een hele krappertje, ja. Maar ja, jullie hoeven ook niet altijd alles te zien. Maar jullie mogen wel eens een keertje meegenieten over hoe wij aan het etteren zijn in de auto. Nee, geen. Woef. Heel snel. Ken je die? Nee, die kan ik. Is het broodje van dit? Dat is geen Milky Way. Hoe graag wil je hem hebben? Nog niet, nu niet meer. Heet op jou. Nee, dat is niet. Oh, heerlijk. Maar ik snap niet waarom. Achterkant, aan jouw kant, die band sneller leegloopt. Vorige week hadden we hem ook allemaal gedaan. Wat ik wil even doen. Ik vind dat heel leuk. Moeten we toch wel even na gaan kijken. Als we volgende week weer misschien gaan, ja. Dat we dat even controleren. En als dat dan weer inderdaad zo is. Misschien is de band te breed hoor. Dan ga ik gewoon wel even naar Kneus toe voor jou. Hey. Check het even na. Dat probeer je toch op meten. Ja, maar ik weet niet hoe dat moet zijn. Profiel. Centimeter, millimeter aan de orde. Steek je in het profiel van de band. En dan kijk ik weer erop staat. Wil je appelsap? Ja. Ja, mag ik dan eventjes. Ja, alsjeblieft, dan ga ik het stuur wel over. Ja. Weet ik ook. Ja, dan kan je. Doe ik ze wel niet meehelpen met sturen. Heb je een richting aangegeven? Ja, maar dan kun je heus wel even zo doen met je vinger. Zo, even zo doen met mijn vinger. Dat kun je zien waar het is. Word je genept of niet? Ja, en dus? Plastic. Ja, en dus? Ik had het netjes achter.
Ja, en dus natuurlijk wel te handig. Ik heb het netjes achterin. Genade. Ik ga ook een broodje eten. Jammer.
hoe ze die in die gordijn open heeft lopen weten te krijgen, ik weet het niet, maar je weet, als ik ga slapen, ik doe die gordijnen dicht achter. Juist vanwege dat geblaf. Maar ja, ik heb het luikje open boven en ik had het gewoon op de haak vannacht, weet je. Kijk, inbrekers en die vinden het toch eng honden, punt. Dus, maar het was alleen maar blaffen. En ik dus vanuit bed lady, want ik weet precies in wie die blaft. Ja. En vooral als ze zo lekker stil is, ik weet precies in wie die blaft. Dus dat was lady, dus ik zeg, lady, stoppen nou. Het is 's nachts, slapen. Gaat ze maar de deur aan, ligt het eigen eerst, flikkert erop. Dus ik heb haar even weer een beetje tot bezinnen weten te krijgen. Ja. Ook zo raar. Is ze weer een beetje tot zinnen, heb ik haar op de bank weten te krijgen. En toen wou ze weer op de grond liggen. Nou, dan ga je lekker op de grond liggen, prima. Lekker koelte. En wat meneer is het dan niet. En ik lig net 5 minuten. Gaat ze toch een partij te keer. Grommen, blaffen. En ik ga zelf kijken. Liep er inderdaad iemand erachter. Ja. Dus ik heb en ik had dus van tevoren dat ik dus naar bed ging, had ik dus die dingen dicht gedaan. Ja. En ik ga naar de woonkamer. Zijn die allemaal open? Ja. Kijk, het is maar heel onschuldig af, maar ik heb toch niks gedaan. Nee. Lekker ding. Ja, we stonden dus net. Gaan we gewoon aan die. Oh, het is nog steeds groen. Rood. Op rood. Nee, het gaat niet op rood. Jammer. Want net stond dus namelijk een auto naast ons. En er was een vrouwelijke chauffeur met haar man naast haar. En ze hadden dus een leuk nummer op. Schijn en lig je op mij. Oh, middernacht. Schijn en lig je op mij. Ja, precies. Dus, nee, dat is leuk. En ze rijden eigenlijk ook nog achter ons. Maar dan hebben we nog 3 auto's erachter en daarachter tussen. En daarachter rijden ze. Dus, als we ze nog naast ons krijgen, dan probeer ik ze wel een beetje te filmen. Is leuk. Als ze niet door hoeven te rijden. Nee, maar dat is wel leuk. Eventjes samen zingen. Ja. Heerlijk. Dat is lang geleden. Hè, schat? Ja, 11 jaar mee. Elf. Lach even hier de brug. Ja. Dus, nee, maar dat was wel even leuk. Ja. Moet kunnen. It's been a while. It's been a while. But I'm coming out of my shell. And I never thought I would fall in love with someone just like you. And nobody here. I hear you calling out. I hear you calling out for love. Ain't nobody here now, but I hear you calling out. I hear you calling out for love. And I hear you call.
Thank you. Kijk, mooie stoeltjes. Easy, niks doen. Laat ze lekker blaffen. Nee. Laat ze blaffen. Het is overdag. Ja. Het is overdag. Ja, het is overdag. Laat ze lekker gaan. Nee. Ja, tuurlijk wel. Nee. Tuurlijk wel. We hoeven niet te blaffen wanneer het niet nodig is. Tuurlijk wel. Nee. Waakzaam, hè? Ja, dat moeten ze doen wanneer er iemand komt die niet bekend is. Ja, maar ze zijn ook blij dat we er zijn. Nou laten we zien. Nou laten we het zien. Vooral die daar. Laat ze gaan. Laat ze gewoon gaan. Want dit doe ik ook gewoon thuis. Laat ze gewoon gaan. Geen aandacht aan besteden. Want hoe meer u aandacht eraan besteedt als ze gaan blaffen. Hoe... Je hebt trouwens mooie schoenen aan. Dank u. Zoiets heb ik ook gehad in de wagen. Daar is vanaf, dank u. Heel vroeger, dat ik nog een kind was, waar ik nog in Sinterklaas geloofde, kreeg ik een hoe heet zo'n ding? Een singeltje. Of een ticket. Ja. Maar dat ding was een chocola. Ik ga daar even zitten. En dan zou het één keer doen op de ticket. Daarna kon je wel nuttig. Ja. Ja. Maar anders was het zelf dat het breekbaar was, dan had ik het ook voorzichtig uitgepakt. Maar ja, een kind is een kind. Ja, ja. Dat gaat allemaal vlug. En was die stuk. Zij al, ik heb wat lekker wat voor u gekocht. Mm-hmm. Ik zeg, wat dan? Ja, dat zeg ik lekker niet. Dat doe ik er wel al. Mama ziet wel wat het is. Ja, nou nee. Niet. Hier, moet ik het daar aan kunnen zien wat het is? Ja. Kijk, nou zie ik het. Ja, dat zei ik jou. En maar je kan hem moeilijk aan de hengst optillen wanneer die in een plastic zak zit. Dat gaat het er niet worden. Ja, kan dat, zou je weten. Geen te maken. Ja, precies. Nee, nou. Alsjeblieft. Dankjewel, schat. En hoe... Zo, en wie ligt er hier mooi? Lig jij mooi dan? En wie wil er ook nog aandacht als Rijka? Hé, Rijka? Ja. Hij schat. Hij moppie dop. Lekker, hè? Kom zo nog knuffelen bij, joh. Ja. Een hele goede avond allemaal. Het is alweer 7 uur. En ik zou de vlog om 7 uur afsluiten. Rond 6:30, 7 uur. Die tijd is nu aangekomen. Vind je deze vlog nou leuk? Vond je hem leuk? Vind je hem leuk? Ik zou zeggen, vergeet dan niet te abonneren. En laat een leuk blauw duimpje achter. En dan zien jullie ons weer morgen bij een gloednieuwe vlog.